Deze middag zijn we hier samen om hen die zo gemist worden en zo vertrouwd waren in uw leven te herinneren en te herdenken. Met veel liefde hebben wij een programma voor u samengesteld van woorden, beelden en muziek. Straks zal onze nazorgconsulente Daniel van den Boek ons meenemen in steun rond verlies en verdriet. En we luisteren naar de prachtige muziek gespeeld door het trio Verano. En we luisteren naar de stem van Stephanie Heeman, de huiszangeres van Achterberg. Teksten en muziek die ons kunnen raken en kunnen troosten. Maar straks ook zullen we in twee blokken alle namen lezen en horen van al diegenen die er niet meer zijn, maar nog steeds zo dichtbij voelen. Jos Stoes.
lang geen lippen. Wim Jurka. Rien Kloon. Lien Wel Scherer. Steef van Ruitenbeek. De waarde die je eraan geeft. Je kunt je hart volgen, gevoel of intuïtie. Een hart hebben voor, iets wat je drijft. Iemand in je hart sluiten, een dierbare om wie je geeft. Als je je ogen sluit en je probeert je jouw hart voor je te zien, wat zie je dan? Wat heeft jouw hart voor vorm? Welke kleur heeft jouw hart? Is het lastig om te zien of is het misschien heel helder? In de basis staat ons hart symbool voor liefde. Liefde voor iemand van wie je heel erg houdt. Liefde voor iemand die je heel erg mist. Liefde voor iets wat was, wat is en voor altijd zal zijn. Als je iemand verliest die zo dierbaar voor je is, en daar krijgen wij vroeg of laat allemaal mee te maken, dan kan het voelen alsof je hart stopt. De tijd staat stil. Je hart doet even niet meer wat het altijd deed. Het voelt anders, het is ongrijpbaar. En wij geven jou dit hart van hout. En op dit hart kun je in gedachten of niet een herinnering schrijven. Het kan een woord zijn, het kan een zin zijn. Maar het omvat datgene wat belangrijk voor jou is. Belangrijk voor jou en je overleden dierbaren. Zodat als het straks ergens in de kamer hangt, op zolder, in de hal of in de tuin, dat je daaraan terug kan denken.
aan dat ene bijzondere moment van samen zijn, aan dat wat u samen bond. Want dat doet uiteindelijk ons hart weer kloppen. Misschien niet zo snel als voorheen, maar het is een begin. En dat is onze hartenwens voor jou, voor u, voor jullie allemaal. Namens ons team van Achterberg Uitvaartverzorging dank ik u en jou voor de aanwezigheid. We nemen jullie nu mee naar de ruimte waar we graag met jullie willen napraten. En Gert-Jan zal jullie daarin voorgaan. Bedankt.